Hi, ik ben Mark van Kolenboertje en we zijn hier in Hongarije op het mooie meer Marenje, waar we aan het vissen zijn. En achter mij zijn de jongens de vislijnen opnieuw aan het uitvaren, want we hebben net vis gevangen. Ja, dat is hard werken met die grote karpers, maar ik wil ze als ze terugkomen eigenlijk verrassen met een typisch mooi Hongaars gerecht, namelijk fasirt. En fasirt is eigenlijk gehaktballen, een beetje in schijven gemaakt. Met een ontzettend lekkere smaak met typische Hongaarse kruiden. Nou, dat wordt vaak gegeten met aardappelpuree of een salade of met augurk. Maar wij maken vandaag met aardappelpuree. Duurt een half uurtje, een superleuk gerecht om te maken. En we maken hem vandaag op de feuerrand. Dat is een fantastisch ding. Enorm veel sfeer straalt het uit. Het vuur zit binnenin, de plaat is warm, je kunt er lekker omheen staan. En in de Dutch oven koken we de aardappels. Dus het is weer volledig outdoor gekookt. Ja, en dat is waar we zo gek op zijn. Dus ik ga aan het werk. Ik begin bij dit gerecht met het schillen van aardappels voor de aardappelpuree. Want die moeten natuurlijk het langste koken. Dus dat is even een klusje. Nou, de aardappels zijn geschild. Dat betekent dat we kunnen gaan koken in de Dutch oven. Boven het open vuur. De aardappels gaan erin. Ik giet er water bij. Dat ze mooi onderstaan. Het kookt natuurlijk ook een beetje droog. En dat zal niemand verbazen, een beetje zout bij het koken. Zo, nou kunnen ze erop. Mooi boven het vuur. Er moet veel temperatuur onder, dus ik hang hem laag boven het vuur. Deksel kan erop. En die laten we mooi koken tot ze beetgaar zijn. En dan gaan we straks met zout en een beetje melk gaan we ze pureren. Nou, en dan hebben we een aardappelpuree. Ja, de eerste stap bij het maken van het gehaktmengsel is dat we de broodkruimels, 120 gram, dat mengen we met melk, 120 milliliter. En dit laten we even staan, zodat de broodkruimels de melk goed kunnen absorberen. Als ik zo kijk, mag er nog heel iets meer weer in. Die broodkruimels die absorberen enorm. Dus zo. En dan gaan we dat straks verwerken in het gehaktmengsel. Nou, de volgende stap in het maken van het gehaktmengsel is eigenlijk heel eenvoudig. We gaan 2 uien snipperen. We gaan 6 teentjes knoflook snipperen. Nou, er gaan 2 theelepeltjes zoete paprika poeder weer door. Zo, een theelepel komijnzaad. En als laatste 2 eitjes. Om het gehakt zo meteen mooi van structuur te maken. Hopla. Nou, dan gaan we er een mengsel van maken. Even opletten dat het allemaal in de pan blijft. Nou moet het mengsel van melk met broodkruim er nog weer door. Een mooie bak vol met gehakt. Zo, het gehaktmengsel is klaar. Ik ga er ballen van maken. Nou laten we zeggen ballen tussen een golfbal en een tennisbal in. Als je ze dan allemaal ongeveer even groot maakt, ja, dan staat er straks ook nog mooi. Dan krijgt iedereen ook evenveel. Dat vind ik altijd wel belangrijk. Moet er een beetje op lijken. Nou, het is tijd om even te kijken naar de aardappels. Of we er dan een pureetje van kunnen maken. Ja, en wat je natuurlijk wil voelen is dat je er makkelijk in steekt. En dat gebeurt. Dus we halen het van het vuur, gieten het af, een beetje melk erbij, een beetje zout erbij, prakken en we hebben een mooi aardappelpureetje. Makkelijk, ik kan het niet. Een klontje boter erbij, een scheutje melk en een beetje zout. Zo. Zo, even afmaken met een beetje kolenboertje pepermix. Ik hang de pan eventjes terug naast het vuur, niet boven het vuur, want dan zou die aan gaan bakken. Dat doen we niet. Dus de pan verdwijnt eventjes naast het vuur. Maar nog wel dat hij een klein beetje warmte meekrijgt. Zo. Deksel kan er weer op. Ik vet de bakplaat een beetje in. En ik gooi de gehaktballen erop. Het mooie van zo'n bakplaat is dat de buitenkant wat minder heet is en de binnenkant ontzettend heet. Dus je kunt spelen met de temperatuur. Nou, ik druk ze plat tot een goede centimeter. Hier binnenin is die aanzienlijk warmer. Zo, ik heb ze allemaal plat gedrukt. Ongeveer een centimeter dik. We gaan ze zo meteen natuurlijk draaien. En dit is het moment waarop ik een klein beetje zout toevoeg. En straks als ze klaar zijn een beetje peper eroverheen. Peper voorkomen we zoveel mogelijk op een hele hete baksituatie.
Want ook in de barbecue gebruiken we peper meestal achteraf en dat doen we hier dus ook. Want peper verbrandt bij een temperatuur boven de 150 graden. Dus ja, voeg nu alleen een klein beetje zout toe, niet te veel. Dat mag ook wel mooi een beetje smaak aan zitten. Nou, die plaat is echt ontzettend warm. Dus je moet snel draaien, anders dan worden ze donker. En je ziet, ze krijgen al een hele mooie kleur. Maar dit is nog perfect. Nou, ze zijn klaar. Dat betekent, we gaan ze mooi opmaken op de plank. Zo. Dan pakken we de aardappelpuree. Het enige wat ik dan nog doe is een klein beetje peterselie. Dat is meer ook, ja, voor de kleur om het af te maken. En nu maken we het geheel af, het hele gerecht, met nog een beetje peper over het gehakt, over de aardappelpuree. Het koelt al lekker af hier, dus warme aardappelpuree met zo'n mooie gehaktbal, zo super lekker. Het gekke is, door de kruiden die ze hier gebruiken, is het anders dan in Nederland, terwijl je eigenlijk gewoon een mooie gehaktbal hebt gemaakt met een aardappelpureetje. Maar het is gewoon echt alsof je een buitenlandse maaltijd pakt. En dat is het natuurlijk ook. Dus helemaal geslaagd. Het was er weer eentje uit de serie Outdoor Cooking in Hongarije op Meranje. Met vrienden om me heen. Lekker karpenvissen en koken van de bakplaten van de Dutch ovens boven open vuur. En vond je dit nou mooi? Geef ze even een duimpje. En wil je nog meer van ons zien? Abonneer op ons kanaal, want er komt nog zoveel moois meer. Eet smakelijk, tot de volgende.